In de eerste helft hadden we het over dingen die u direct merkt. Hè? Dus gedoe op de pc, identiteit kan gestolen worden en dat soort dingen. Maar we leven in een netwerksamenleving. Alles is met alles verbonden. En zoals we hier zitten, draaien thuis de computers door. Ongeveer 10 tot 20% van de computers is besmet als botnet. Dat betekent dat als je gaat zitten surfen, dat dat ding ook allerlei andere dingen doen voor andere mensen. Die uw computers ook weer verkopen om weer anderen te hacken. Dat is echt high-tech cybercrime. Online kinderporno, ook dat soort dingen. Er is heel veel over te doen. Grote internationale teams die daarop moeten komen te staan. Om dat op te lossen. Het ontgaat ons vaak aan het zicht. Totdat er weer iets in het nieuws komt. Zo'n Bredo Lab was een enorm botnet. Dat is ook opgerold. Hier in Nederland. Natuurlijk Robert M. He, die zaak, zalde die computer, moest opengemaakt worden. Dorifel, DigiNota, kent u misschien ook nog wel. Hè? Bleek dat die certificaten die uitgegeven werden vervalst waren. Er werd ook allerlei dingen mee gerotzooid en zo. En dan komt het in het nieuws. En dan zijn er twee mannen die u vaak terug ziet komen. Eén van het landelijk pakket, een andere als teamleider van de KLPD. We zijn dan ook super trots dat ze vanavond hier zijn. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Pim Takkenberg en Lodewijk van Zwieten. Hey. Hey Chris. Heren, heren. Ja, het is een boek van Bart, daar gaan we het straks nog goed over boek. Hebben. Goed boek, je hebt het gelezen. De veiligheidsmythe. Ja, zeker aanbevelen. Nou, het is wel leuk dat agenten het zelf ook lezen. In de Operatie Blauw, hè? Hebben die ook gelezen? Nou, nog niet. Oh, dit is heel leuk. Ik hoop dat ik hem morgenavond krijg. Nou, misschien kunnen jullie ertoe verleiden. Hey, even voor de duidelijkheid. Nou ja, bij jou is het meteen duidelijk natuurlijk, maar je bent teamleider van de High-Tech Crime Unit. Dat waren 30 mensen, is inmiddels 60 geworden geloof ik, behoorlijk uitgebreid. Jij leidt dat team, je doet de opsporing van allerlei online dingen. En jij bent vanuit het Openbaar Ministerie, ben je dan de landelijke aanklager. En je kijkt dan of wat Pim doet, of dat allemaal klopt. Maar ja, als het echt heel juicy wordt, dan ga jij weer het onderzoek leiden. Klopt dat als ik het zo samenvat? Nou, het onderzoek wordt altijd door de politie uitgevoerd. Ik, als officier van justitie, moet inderdaad voor zorgen dat de politie dat op een goede manier doet. Dat de politie dat op een nette manier doet. En ik neem ook uiteindelijk de beslissing of we een verdachte gaan vervolgen. Dus of we hem gaan aanklagen. Ja, oké. Okay. En jullie werken vaak samen ook bij dat soort dingen? Ja, best wel. Heel vaak. Ja, want ik had net een paar dingetjes die ik even noemde. Bredo Lab, Robert M., DigiNota, al dat soort zware zaken. Is uitgebreid in de media geweest. Van de grote zaken, is er nog iets gebeurd in de tussentijd wat jullie kwijt willen? Dat je zegt van, nou ja, we zijn er nog steeds mee bezig. Ja. Nou, niet iets specifieks wat we nu kunnen vertellen, maar je haalt volgens mij wel een paar voorbeelden aan van zaken die veel publiciteit halen. Eigenlijk is dat altijd wel zo met zaken waarmee wij bezig zijn. Dus op het moment dat er weer iets speelt, dan komt het vrij snel in de publiciteit. Dat is eigenlijk wel iets wat we heel bewust doen. Wij proberen ook wel bewust de publiciteit te zoeken. Omdat we ook wel zelf vinden dat we een stuk verantwoording moeten afleggen over wat we doen. Omdat het zo'n gevoelig thema is, waarin ook nog heel veel onbekend is. En we ook met allerlei facetten rekening moeten houden. Ja. En wanneer mag jij nou wat zeggen? Wanneer moet jij wat zeggen? Want ik zie wel om en om in het journaal en dan denk ik van, is het toevallig wie de tijd heeft of is het een soort van rolverdeling tussen ja, de twee? Dat is over het algemeen net even zoals het uitkomt. En dan maken we over het algemeen even een verdeling in. De ene zaak zeg ik wat meer, dan spreken we af van nou Pim, dan de volgende keer doe jij het wat meer. Ja. Maar hoe werkt het nou in de praktijk? Hè? Want een normaal agent, die kennen we dan, die loopt op straat of die zit wat dossiers te doen en zo, dat beeld zien we. Maar bij high-tech crime zitten dan gewoon een rij agenten te surfen? Of hoe werkt het in de praktijk? Nou, het is eigenlijk heel divers. Wat je ziet is dat wij gewoon een normaal politieteam zijn. Dus wij doen onderzoeken zoals ieder gewoon politieteam onderzoek doet naar zware en georganiseerde vormen van criminaliteit. In ons geval is dat high-tech crime. En dat betekent dat we eigenlijk alle dingetjes gewoon doen. Dus dat betekent dat we getuigen verhoren, dat we open bronnenonderzoek doen. Wij tappen ook veel, we volgen. We doen de aanhoudingen, de zoekingen. Eigenlijk van het begin tot het einde doen we het hele onderzoek met het team gewoon zelf. Oké, ja. Hey, en nou, net voor de pauze, ik even een geintje met, het is eigenlijk niet eens hek, het is meer gewoon iets kapot maken, maar je toont een bepaalde kwetsbaarheid in het systeem, in dit geval RFID-systemen. Als ik even vanuit de ethische hackershoed kijk, nou, ze wisten het al, dus ik hoef ze niet te informeren. Uh-huh. Ik heb niet feitelijk iets kapot gemaakt, maar ik heb wel laten zien dat het kan. En iedereen kan het doen. Ja. Krijg je nou gedonder mee? Ik kan je niks beloven. Hè? Ik, nee. Maar wanneer zou het over de scheef gaan? Nou ja, misschien is het goed om even te zeggen dat
ethisch hacken, dat als je het wetboek van strafrechten doorbladert, dan vind je daar op een gegeven moment niet de term ethisch hacken of zo. Nee. Overigens, de term hacken vind je daar ook niet. Je ziet daar dat het dan strafbaar is gesteld als je ergens computer naar binnen gaat zonder dat je toestemming daarvoor hebt. Ja, dus dan computervredebreuk. Computervredebreuk, ja. Precies. Er wordt verder geen onderscheid gemaakt of je dat nou vanuit ideologisch doel doet of dat je dat doet om geld te verdienen. Dat maakt allemaal, voor de wet maakt dat niet uit. Een strafbaar feit is een strafbaar feit. Ja. Het is uiteindelijk in de beoordeling van dat strafbare feit, en dat zijn twee beoordelingsmomenten. Het eerste moment is de beslissing die het Openbaar Ministerie neemt. Gaan we met deze zaak naar de rechter? Ja. En het tweede beoordelingsmoment is dan wanneer de rechter naar zo'n zaak kijkt. Nou, is dit een strafbaar feit? En zo ja, verdient die verdachte daar dan ook straf voor? En als je het hebt over dat soort motieven, dat je het vanuit een bepaalde ideologie doet, nou, die elementen komen aan bod wanneer zo'n rechter gaat beoordelen of, als hij heeft vastgesteld dat er een strafbaar feit is, daar ook een straf moet worden opgelegd. Ja. Oké. Okay. Want nou ja, was van de week was uitgebreid in het nieuws. Hè. Ziekenhuis Groene Hart, daar had dus een hacker al een hele tijd geleden had daar toegang gevonden. Ik weet niet zoveel aan gedaan, maar die ging toen, geloof ik, naar een meldpunt bij het Openbaar Ministerie. En die zeggen van nou, dat en dat heb ik gedaan. En die werd toen gearresteerd. Klopt dat? En waarom werd hij gearresteerd? Nou, ik ga. In de eerste plaats, hij ging niet naar een meldpunt van het Openbaar Ministerie, hoor, want we hebben helemaal niet zo'n meldpunt. Nee, oké. Okay. Nee, dat, nou ja, we hebben wel een meldpunt, maar dat heet de politie. Oh, oké, hij is naar de politie gegaan. Oké, okay. Ook dat niet. Dus dat is wel, dat is voor ons wel lekker overzichtelijk. Nou ja, ik heb het net gehad over ethisch hacken en dat je dat niet in de wet terugvindt. Ja. En nou ja, helemaal als er aanwijzingen zijn dat iemand niet alleen over de digitale drempel heeft gekeken, maar ook een heleboel gegevens heeft weggekopieerd bijvoorbeeld. Ja. Of, nou ja, zoals ook in de krant stond, kwaadaardige software heeft achtergelaten op zo'n machine. Nou, dan kun je je voorstellen dat bij ons in die zin de lampen gaan branden, dat we denken van nou, moet wel een sterk verhaal zijn als het hier echt puur om ideologische motieven gaat. Hier lijkt meer aan de hand te zijn dan alleen een misstand aantonen. Hier is ook gewoon, ja, er zijn een heleboel gegevens van mensen zijn weggeraakt. Ja, er waren waarschijnlijk ook meerdere verdachten en dat soort dingen. Dus dan wil je ook iemand even ondervragen. En dat, hoe gaat zoiets? Die man die meldde dat en toen kwamen jullie. Van, hey. Nee, nou, het is een misverstand dat die man zeg maar, zichzelf heeft gemeld. Ik wil overigens ook verder niet over deze zaak praten. Zowel niet ten aanzien van deze persoon zelf. Maar ook niet omdat dat gewoon standaard beleid is. Hè. Dat doen we niet, omdat het onderzoek nog loopt. Oh, wat ik wel kan vertellen is dat wij wel veel meer ervaring hebben met zaken waarin we zien dat hackers die strafbare feiten plegen, vaak worden de consequenties van hun acties niet overzien. Dus ook al wat nou je initiële motief is, is het soms heel lastig om te bepalen wat uiteindelijk het effect kan zijn van je optreden. Ja. En het motief is iets waar wij als politie eigenlijk ook geen boodschap aan hebben. In die zin, wij worden gewoon geacht om onderzoek te doen of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Ja. Dus wat Lodewijk eigenlijk net vertelde. Dus in de wet staat gewoon wat strafbaar is. En wij moeten onderzoeken of dat nou is gebeurd of niet. En uiteindelijk zal een rechter dan zeg maar beslissen in hoeverre dat hij vindt dat er een omstandigheid is om daar rekening mee te houden of niet. Nee, dat klopt. Sorry, als een zaak nog loopt, dan mogen jullie het niet over hebben natuurlijk. Dat snap ik ook. Daar ben ik ook niet zo'n journalist die dan gaat doorzeuren van, ja, maar is het niet zo dan? Nou, lopen we het onderzoek kunnen. Nee, dat doen we dus niet. Alleen waar ik naar op zoek ben, er is dus een soort van juridisch schemagebied waar iemand met goede bedoelingen, zoals Brenno, die laat zien van hé, er is in een gat, jongens, doe er wat aan. Naar mensen die wat meer gaan rommelen, mensen die dan toch te veel data erait halen, mensen die niet op tijd aangeven wat ze eraan kunnen doen en dat soort dingen. Er is dus niet een soort van lijstje wat je kan afvinken, van nou dan en dan ga je over de scheef. Of... Nee, en ik wou, ja, aan de ene kant is het heel verleidelijk om wel tot zo'n lijstje te komen. Hè. Het zou het een stuk digitaler maken, zou het een stuk makkelijker maken, wel of niet. Aan de andere kant, we hebben... Pim en ik werken nu ruim 4 jaar met elkaar samen. Een heleboel grote onderzoeken gedaan. En wat we keer op keer eigenlijk zien, is dat wat lijkt te beginnen, of wat begint en wat vrij beperkt lijkt te zijn, dat als je daar eenmaal in gaat graven, vaak veel groter is. Ja. Dus ik ben, misschien zit ik er dan te lang in, maar in ieder geval mijn ervaring, ik ben wat voorzichtig om al te veel af te gaan op
wat ik op mijn bordje krijg. Ja. Wat de eerste informatie is. Ik heb de neiging, maar dat is niet alleen de neiging, dat is ook mijn taak. Ik heb de neiging om verder te willen graven. Omdat ik precies wil weten wat er aan de hand is. En dat doe ik niet om mensen in de weg te zitten of om mensen labels op te plakken. Dat doe ik omdat de waarheid aan het licht moet komen. En pas als je weet wat er is gebeurd, dan pas kun je met z'n allen een goede afweging maken en de discussie voeren. Is het nou wel of niet terecht dat er iemand hiervoor vervolgd wordt? Ja, dus het is toch per geval moet je toch naar de nuances kijken. En dat je ook een soort intentie moet achterhalen. Die dan ook weer veranderd door de tijd. Hè? Want ik kan me best voorstellen dat, ik ben echt helemaal geen professionele hacker. Maar als ik ergens zit te klooien, dan kom ik ergens in en denk, wow, ik ga Brenno bellen. Oh nee, wacht even nadenken. Nee, ik moet eerst inderdaad de mensen bellen dat ze de boel op orde krijgen. Dat duurt dan. En dan zeggen ze, kunt u misschien een formulier invullen? Dat schiet allemaal door. Dan denk ik, ja, fuck it. Ja. En dan wil ik het nieuws opzoeken. Ja, en dan ga ik dus over die scheef. Hè? Ik kan me voorstellen dat het zo moeilijk is voor die jongens ook om zich in te houden. Hè? Nou, ik kan me wel voorstellen dat je niet overziet wat de consequenties zijn van de acties die je doet. En dat hebben we eigenlijk al heel vaak meegemaakt. Jongens soms van 15, 16 jaar, soms ook wat ouder, die ogenschijnlijk met de beste bedoelingen zeg maar iets proberen aan te tonen. Maar die gewoon niet inzien wat de consequenties zijn van hun acties en wat het effect daarvan is. Ja. En dat is wel wat Lodewijk ook een klein beetje aangeeft. Onze taak is gewoon, en dat klinkt een beetje alsof we ons daarachter willen verschuilen nu, maar de taak van de politie en van het landelijk pakket is gewoon om onderzoek te doen of er nou strafbaar gedrag heeft plaatsgevonden. Ja. En dat er tegelijkertijd een maatschappelijke discussie plaatsvindt, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want het is een onderwerp wat gewoon hartstikke nieuw is, waarin we steeds weer voor allerlei vraagstukken komen. Wat gewoon nodig is dat continu op de politieke en maatschappelijke agenda blijft staan. Ja. Ja, wat misschien nog goed is om daarop aan te vullen, Chris. Wat jij net aanhaalt, ik moet niet direct naar journalisten lopen, maar ik moet eerst daar melden of ik moet deze stappen ondernemen. Daar is ook heel veel om te doen. Hè? Daar zijn ook een heleboel mensen over aan het nadenken van wat zouden die stappen dan moeten zijn. Het is wel goed om dat, wat jij noemt, dat is responsible disclosure. Ja. Om dat toch echt los te zien van hacken vanuit ideologische motieven. Responsible disclosure begint bij, ik heb informatie over een kwetsbaarheid bij een systeem en nu. Ja. En dat kan een lek zijn waar je over struikelt, kan een lek zijn wat je zelf hebt opgezocht. Het motief, of de wijze waarop je aan dat lek komt, is voor responsible disclosure op zich helemaal niet relevant. Nee. Maar het speelt wel een vraag, kan dus uiteindelijk wel in zo'n strafprocedure een vraag spelen, is het dan ook iets waar je straf voor verdient? En ik ben op zich, dat kan ik ook wel ruimhartig zeggen, responsible disclosure is denk ik heel belangrijk. Is denk ik ook heel goed. Daar willen wij ook zeker onze steun aan geven, responsible disclosure. Niet alleen omdat dat de veiligheid van systemen of van ICT in het algemeen vergroot, maar ook omdat ik denk, omdat ik geloof of in ieder geval wil geloven, dat je binnen responsible disclosure, als je als ontdekker van een lek nou in een dialoog kunt treden met zo'n bedrijf wat dat lek heeft, dat uiteindelijk in die dialoog en door het volgen van die responsible disclosure stappen, dat uiteindelijk er ook helemaal niks meer overblijft waar we ons vanuit het strafrecht druk om hoeven maken. Okay. Ja. Want een andere actuele zaak, Henk Krol, daar zijn we niet bij betrokken, neem ik aan. Of wel? Nee. Nee, hè? Ik weet net zoveel als jij de krant hebt gelezen. Dat kunnen we daar nog hebben. We weten na vanavond nog meer dan we voor die avond. Oké, nou dan zal ik het even samenvatten. Dat is wel lachen, want Brenno die zei al, die man, ik weet niet eens hoe Facebook werkt. Maar die had dus van een paar andere mensen 4 cijfers gekregen. Meer niet. Je gaat naar dat ziekenhuis toe, dan kun je met die 4 cijfers, kun je naar dossiers, kun je rondkijken. En ik heb het al een paar keer gezegd, ze hebben er niks mee gedaan. Nou, dacht Henk Krol, leuk hè, die voelt zich toch ook nog steeds een beetje journalist. En dan denk ik, ga dat bekendmaken. Dus hij is erin gegaan, heeft een aantal dossiers gedownload, om ook te kunnen aantonen van, ja, zo werkt dat. Dus het is iemand die totaal geen professionele hacker is, waarschijnlijk nog nooit van white hat hacking, responsible disclosure, dat soort termen heeft gegooid. Dan gewoon van, dit is kicken, ik zet het in het nieuws. Het schetst onze verbazing, Henk Krol wordt opgepakt. En ik weet niet hoe ver het nu loopt, het kwam vandaag pas in het nieuws. Misschien zit hij in de bar, misschien zit hij alweer thuis en dan zit hij gewoon hard te lachen hierom. Maar dan denk ik van, dat gaat me toch wel ver. Nou ja, nogmaals, ik ken die zaak niet. Ik weet niet wat er, ik hoor het van jou, ik lees het in de krant. Nogmaals herhalen wat ik net zei. De wet maakt verder geen onderscheid met wat voor motief je binnendringt in zo'n computer, dat die computervredebreuk pleegt. Wel staat er in de wet dat er in ieder geval een aantal situaties zijn waarin
er sowieso sprake is van computervredebreuk. Als je, ja, als je een beveiliging doorbreekt. Maar ook bijvoorbeeld als je gebruik maakt van wat dan in juridische termen heet een valse sleutel. Ja. En dat dus een wachtwoord of een pincode die niet van jou is. En die je dus ook niet mag gebruiken. Ja. Of dat je je voordoet als rechtmatige gebruiker van een systeem. Ja. Dat zijn situaties, heeft de wetgever heel lang geleden al over nagedacht. Zegt van, nou, dat vind ik in ieder geval computervredebreuk. Ja. Laten we het even omkeren voor de discussie. Kijk, soms moeten jullie natuurlijk in iemand anders zijn computer. Hè? Toen met Bredolab was hartstikke mooi. Dat bleken dus heel veel mensen onderdeel te zijn van een botnet. En ja, wat moet je dan doen? Moet je ze opbellen of zoiets? Dat hebben jullie toch een stukje software op die computer zelf kunnen zetten. Waarmee je dus een pop-up kreeg op iets van 300.000 computers. U bent nu geïnfecteerd, bel de politie. Zo is het, toch? Ja, dat is een kleine nuance, maar wel een heel groot verschil. We hebben niks op die computers geïnstalleerd. Wat we hebben gezegd tegen die computers, die melden zich op enig moment bij zo'n centrale server. Het is een command and control server. Dat op het moment dat ze vragen wat ze moeten doen, hebben ze een opdrachtje meegegeven om die pagina te tonen. Dus dat is wel echt wat anders dan dat je actief een activiteit uitvoert op zo'n computer. Ah, okay. Daar zijn wij wel heel alert op, omdat we al vinden dat dat redelijk ver gaat. Maar we ook zeg maar altijd in een afweging van belangen zitten. Aan de ene kant wil je slachtoffers informeren dat ze slachtoffer zijn, zodat je dat ongedaan kunt maken. Ja. En aan de andere kant is natuurlijk ook het vraagstuk van privacy, wat een continue afweging is. En daar hebben we echt ongelooflijk lang en zorgvuldig en goed over nagedacht. Ja. Ja, want wat nu ook in de Kamer bediscussieerd wordt, is of je policeware kunt installeren. Nou ja, die zaak die loopt nog, dus daar kun je nu eigenlijk ook niks over zeggen. Maar eigenlijk is dat ook, even voor de duidelijkheid, policeware, dat betekent dus dat de politie op computers van verdachten, zal maar zeggen, iets kan installeren, dan wel de boel blokkeren, dan wel de boel echt saboteren, of dat de boel uit de hand loopt, of dan weer andere computers infecteert. Nou, het is heel ingewikkeld allemaal. Maar er komt dus nu een enorme kamerdiscussie aan van wat wel kan en niet mag. Dus blijkbaar is dat juridisch nog niet geregeld. Wat Pim wel mag en niet. Is dat nog onduidelijk? Nou, ja en nee. Lekkere discussie, hè? Ja, heerlijk, hè? Gaat goed, hè? Nou, niet weer lopende zaak, kan ik geen uitspraken doen. Nee, maar wat je, nou ja, even hoe het in de praktijk werkt. Dat team van Pim, waar ik heel veel samen mee werk, die doen onderzoek naar de absolute topsport als het gaat om cybercrime. Ja. Dat zijn de criminelen die echt de cutting-edge techniek gebruiken, die helemaal voorop lopen in die ontwikkeling van die criminaliteit. Nou. Dus die zijn heel modern. En wij hebben te maken met opsporing waarbij we bevoegdheden hebben. Die zijn ooit bedacht, ooit geschreven in een tijd dat er nog helemaal geen botnets bestonden. Dat niemand ooit van ransomware had gehoord. Dat phishing helemaal nog geen probleem was. Dus je hebt daar een bepaalde achterstand in. Nou zijn wij ook de beroerdste niet. Wij zijn ook heel creatief. Dat betekent dat wij binnen die wet creatief moeten zijn. Ja. Dat betekent dat wij moeten gaan kijken van, nou, waar zit die grens nou? Zou dit redelijkerwijs nog onder die bevoegdheid vallen? Heeft de wetgever dat ooit bedoeld? Gaan we helemaal niet over één nacht ijs. Daar gaan we heel lang over praten, over nadenken. En als het moet gaan we ook naar de wetgever hier. Vragen we, hoe heb je dat nog ooit zo bedoeld? Want wij willen dit doen. En is het ja of is het nee? En als het ja is, dan vinden we dat we een voldoende basis hebben om ook een actie te doen. Ja. Nou kijk, wat wij wel altijd gezegd hebben is dat wij behoefte hebben aan meer specifieke wetgeving. Ja. Dus wij kunnen, vinden wij zelf, een aantal dingen uitvoeren, maar het is niet klip en klaar dat ook zo is. Hè. Vaak gaat een wet vergezeld van een memorie van toelichting, waarin de wetgever uitlegt wat de bedoeling eigenlijk is van de wet. En waar wij wel behoefte aan hebben is dat het wat duidelijker wordt. Eigenlijk voor iedereen, voor onszelf, maar ook voor de maatschappij, dat we precies weten in welke situaties mag de politie nou wat exact doen en wat zijn nou de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Ja. En in dat zin juichen we gewoon heel erg toe dat er nu zeg maar over gediscussieerd wordt en dat die bevoegdheden nog expliciet aan de orde komen. Wordt het tenminste duidelijk voor jou? Dan wordt het duidelijk. Ja. En uiteindelijk is het ook zo, de politie heeft gewoon te volgen dat wat de maatschappij met elkaar besluit. Hè. Dus dat komt dan terug in wetgeving. Ja. En dat gaan we ook gewoon uitvoeren. Ja. Het enige wat wij wel kunnen doen door de zaken die we draaien, is casuïstiek aandragen en laten zien van wat het dilemma is. Hè? Dus waar loop je nou tegenaan? En volgens het TOR-voorbeeld werd aangehaald. Dat vind ik op zich altijd wel een mooi voorbeeld. Je ziet, wij hebben gezien in de zaak van Robert M. dat hij binnentreedt binnen het TOR-netwerk en dat daar de meest afschuwelijke vormen van kinderporno staan. Ja. Die worden daar aangeboden op websites. Je kunt fysiek niet vaststellen waar die websites staan, in welk land die staat.
Maar het is eigenlijk ook moreel onacceptabel om er niks tegen te doen en dat voor te laten bestaan. Hè? Stel dat je op straat een boekje vindt waar datzelfde materiaal in staat, dan pak je dat als politie ook altijd op. Ja. Alleen dan weet je waar je fysiek zit. Dus wij schetsen gewoon het dilemma van oké, je komt in zo'n situatie terecht, je voelt eigenlijk dat je wat moet doen. Juridisch gezien is dat iets wat niet heel specifiek is geregeld. Hè? Overigens hebben we hierin wel een machtiging van een rechtercommissaris gekregen, hè? Toch een onafhankelijke toetsing. En je wil daar wel wat aan gaan doen. Nou, en wat we dus kunnen doen is de casuïstiek schetsen waaruit blijkt wat het dilemma is. En dan laat daar uiteindelijk een ander maar besluiten wat we daar nou wel of niet in zouden kunnen. Ja. Oké, dus ook weer per geval bekijken. En ja, voor jullie is het natuurlijk extra moeilijk. Je bent niet alleen gebonden aan het Nederlands grondgebied, maar je ligt ook nog eens onder een vergrootglas. Hè, alles wat jullie doen wordt bekeken. Maar vaak worden er ook gewoon bedrijven ingehuurd die het dan voor jullie kunnen doen. Die hoeven zich niet aan de grenzen te houden. Die moeten zich wel aan de wet houden natuurlijk. Maar die hebben vaak ook weer heel veel expertise, hè, die misschien ook niet bij de overheid ligt. Kunnen bedrijven hè, bij dit soort zware zaken meer dan jullie? Of minder? Of hoe liggen die verhoudingen? Het is een beetje een juridisch vraagstuk. Wat je wel ziet is dat de politie eigenlijk aan meer regels is gebonden dan zeg maar, het individu. Okay. En denk dat het op zich ook goed is, hè? Dat er zeg maar, gewoon regels aan verbonden zijn. Er is recentelijk ook een studie verschenen waarin iets werd gezegd over in hoeverre mag de politie nou op het internet gewoon surveilleren. En dat blijkt dat je als burger prima met een anoniem account structureel op dat internet wat mensen kunt volgen. Hè? Als we dat als politie gaan doen, dan is dat een opsporingsactiviteit en hebben wij daar gewoon een juridische grondslag voor nodig. Oh, dus moet je zeggen, hoi, dit is Pim Takkenberg, ja, kijk even mee. Dat is één, hè? Of we doen het wel anoniem en dan is daar weer, dat betekent dat we een onderzoek moeten hebben. En dan krijgen we keurig een bevel van Lodewijk als die vindt dat dat gerechtvaardigd is en dan kunnen we dat ook doen. Dus er zijn wel mogelijkheden voor, maar daar zie je al dat er een soort eerste toets in zit om te voorkomen dat de politie of de overheid gewoon te ver gaat. Ja. Dus in sommige gevallen is het zeker zo dat individuen of bedrijven verder kunnen gaan dan wij kunnen, omdat wij zeg maar strakkere regels hebben waaraan we aan gebonden zijn als politie. En in sommige gevallen zit daar ook gewoon geen verschil in. Ja. Maar en in sommige gevallen is het ook andersom. Dan kan de politie verder gaan dan de particuliere bedrijven, ja. Omdat daar specifiek juridische grondslagen zijn. Dat is natuurlijk ook hetgeen wat de politie onderscheidt van de gewone burger. Wij hebben als enige het geweldsmonopolie. Dus wij hebben bijzondere bevoegdheden in de wet die ons de mogelijkheid bieden om verregaande soms inbreuk te maken op privacy van mensen. Ja. Omdat dat geacht wordt of nodig is eigenlijk om uiteindelijk toch ook boeven te vangen. Om het een beetje veilig te houden in de maatschappij. Maar nou zeg jij, of dat zou achter je vraag kunnen zitten, waarom huur je dan niet een bedrijf in om de dingen te doen die je zelf niet mag of kan? Dat lijkt me logisch, er zit voor expertise. Dat is misschien wel heel verleidelijk. En we doen ook wel zaken met IT security bedrijven, maar dan inderdaad vanwege hun expertise. Dus dat is omdat zij, omdat zij bepaalde dingen kunnen op computers, met computers, computers begrijpen op een manier die voor een bijzondere zaak heel specialistisch is. Waarvoor het voor de overheid gewoon veel te duur is om die kennis in huis te houden. Maar als we nou zaken doen met zo'n bedrijf, maken we altijd goede afspraken. Hè? Dat zetten we ook allemaal keurig op papier. Zeggen van, joh, één ding, jij mag natuurlijk geen strafbare feiten plegen. Dus je gaat niet hacken, je gaat niet dit doen, je gaat niet dat doen, je gaat niet zus doen, je gaat niet zo doen. Maak een hele duidelijke afspraak over. Alles wat zo'n bedrijf doet, daar zijn wij natuurlijk wel uiteindelijk verantwoordelijk voor. Ja. Oké, dus het valt onder jullie verantwoordelijkheid. Het valt, wat zo'n bedrijf valt altijd onder onze verantwoordelijkheid. Okay. Goede afspraak, als er iemand van een extern bedrijf komt, hangt er op zijn minst één iemand van Pim's team continu aan vast. Die kijkt mee, wat doen jullie? Ja, die kijkt mee en die schrijft alles op. Dat moet straks als we voor de rechter staan, of als we uiteindelijk voor de rechter staan, moeten we wel kunnen uitleggen hoe we aan het bewijs zijn gekomen. Ja, want dat is de andere kant van de zaal. Vergeten mensen wel eens, die denken van ja, die opsporers die willen gewoon alle wetten gewoon lekker opruimen en dan kunnen ze losgaan. Nee, je moet achteraf wel, en dan kom jij kijken. Ja. Een zaak hebben die sluitend is. En anders gaan mensen als Robert M. er weer vandoor natuurlijk. Nou, sterker nog, ik zit helemaal niet te wachten op zeg maar massale opsporingsmogelijkheden. Ik ongelooflijk veel informatie krijg. Daar ben ik helemaal niet op uit. Het liefste wat ik zou willen is dat de politie zichzelf op een moment zou kunnen opheffen. Hè, en dat ik mijn team zou kunnen opheffen. Omdat het eigenlijk zo veilig is in de maatschappij dat wij niet meer nodig zijn. Nou, dat is denk ik wel een utopie. Hè. Dat is niet zo. De veiligheidsmythe. Dus ik denk dat dat ook niet kan. En het is ook echt ook niet meer van deze tijd om te denken dat wij als politie dingen doen die niet volgens het boekje zijn. Hè. Wij doen alles gewoon volgens de wet. We hebben ooit in een wat verder verleden een IRT-affaire gehad. En wellicht de wat oudere mensen onder ons kennen dat nog. Daar hebben wij echt heel veel van geleerd. Ja. Dus dat betekent ook dat het credo ook echt is. Wij doen alleen dingen die gewoon geregeld zijn bij wet. En we doen geen dingen die gewoon niet mogen. Dat is ook echt gewoon niet meer in vragen. Dat doen we gewoon niet. Wat is momenteel, dat stond vandaag ook weer in de krant, op nu.nl.
Renjo Zenger van Bits of Freedom, die heeft een soort wet openbaarheid bestuur procedure gestart tegen jullie, want wat zou volgens hem het geval zijn? Jullie hebben om botnets op te sporen data laten verzamelen door een bedrijf, Fox IT. Maar die persoonsdata liggen dan dus bij dat bedrijf en hij wil weten hoe dat allemaal in elkaar zit. Is dat ook weer zo'n geval van, ja, lopen het onderzoek, kunnen we er niks over zeggen? Of kun je daar iets over zeggen? Ik kan er wel, zeg maar, even een paar dingen over zeggen. Hè. Je doet even een paar conclusies en aannames die wel heel snel zijn. Ja, dat is wat ik las. Maar ja, precies, dat snap ik. Dus daar zit, zeg maar, wel behoorlijk wat nuance in. Dus nu punten naar acht, dan maar even wat Wat wij sowieso kunnen zeggen, dat is een publiek-private samenwerking geweest met meerdere grote bedrijven, waar het volstrekt niet ging over persoonsgegevens, maar gewoon om in kaart te brengen wat botnetactiviteiten in Nederland was. Hè. Dan wil je gewoon weten welke systemen zijn geïnfecteerd, welke soorten botnet zijn er nou, wat doet het nou precies? Dat is denk ik één. Soms kunnen wij vanuit een onderzoek ook niet alles openbaar maken, omdat het ook een beetje heeft te maken met het geheim van de smid. Dat werd net ook al een beetje verteld hierover. Hè. Soms wil je ook niet dat iedereen nou precies weet hoe het in elkaar zit. En dat geldt in een aantal gevallen ook wel voor ons. Als wij de strijd goed met de criminelen aan willen kunnen gaan, dan zijn er wel bepaalde delen die we ook voor onszelf houden. Ja. Dat heet dan de opsporingsmethodes. En die schermen we soms ook gewoon heel secuur af. Dus soms zit het ook gewoon daar een beetje in. Goed, tot slot, heren. We hebben het Nationaal Cybersecurity Centrum. We hebben een aantal grote zaken, daar zijn we bij betrokken geweest als Nederland. Maar ja, Nederland is ook maar een klein landje. Cybersecurity is internationaal. Hoe doen we het vergeleken met de rest van de wereld? Kijken ze naar ons van of zijn we toch wel een voorbeeld? Nou ja, gewoon mee in het gemiddelde. Ik denk dat als je kijkt naar de capaciteit binnen de opsporing, binnen de politie, dat we echt heel ver vooraan lopen wereldwijd in wat we kunnen, in hoe we naar dingen kijken, in ook de juridische mogelijkheden die we hebben. Dus ik denk dat we het wat dat betreft inderdaad heel goed doen. Ja. Ja, nou, volgens mij, ik zeg altijd, heeft een beetje te maken met het feit van wat voor soort mensen wij zijn. Hè. Nederland is al jarenlang staan we bekend om het feit om ons ondernemerschap, hè, innovativiteit en ook een grote marktplaats eigenlijk ook. Hè. Schiphol, de haven, de Amsterdam Internet Exchange. Dat brengt ook met zich mee dat wij heel veel capabele mensen in ons land hebben. En dat betekent ook dat, zeg maar, bij mijn team veel capabele mensen werken. Hè. Gelukkig ook in de hele sector. Hè. Dus nou, dank jullie wel, dat scheelt al een hoop. Ja. Want het is een probleem, en dat wil ik ook nog maar eventjes aanhalen. Wij lossen dit niet zelf op. Wij hebben echt niet de illusie dat wij als politie of als landelijk pakket dit samen, zeg maar, oplossen. We hebben gewoon de hulp van alle publieke en private partijen gewoon nodig. En ik denk, als je het in dat geheel gewoon ziet, dat we het in de wereld gewoon best wel heel knap doen en dat we daar gewoon weer trots op mogen zijn. Nou, dan ben ik weer helemaal gerustgesteld, heren. Ja, hartelijk dank. Pim Takkenberg en Lodewijk van Zwieten. All right.